Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Cuadrado. Davinson Sanchez. Rodriguez. Daniel Torres. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Cuadrado. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd, want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Salman Alvarez. Oh, dit kan een kans worden. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Mooi doorgekopt hoor. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. James Rodriguez. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Ousavi. En hij is weer aan de bal. Hij speelt uitstekend vandaag. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. De keeper kan de bal zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Het leek mij dat hij net niet buitenspel stond. Maar de assistentscheidsrechter heeft kennelijk een andere mening. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Het gevaar wordt afgeslagen. Wie weet levert dit een kans op. Fabian Castillo. De bal rolt ongehinderd door. Colombia heeft balbezit. Torres. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. De tegenaanval wordt afgeslagen. Het wachten is op een nieuwe kans. Salman Alvarez. Ousavi. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij is niet in zijn eentje. James Rodriguez. Cuadrado. Colombia kan een hoekschop gaan nemen. Een wissel voor Colombia. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te winnen. Falcao. Benauwde momenten daar voor het doel, hoor. Maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Ibrahim Otman. Daar wordt de bal prima afgeschermd. Salman Alvarez. Mouachar. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. Een lage voorzet. Hij maakt het af. Oei, daar had hij geluk. Bijna ging die bal nog tegen de lat. Alsof het nog niet erg genoeg was. Dit komen ze niet meer te boven. Nee, wat hun betreft kan de scheids net zo goed affluiten. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? De extra tijd bedraagt 3 minuten. Rodriguez. Dat was gruwelijk mooi. En we zijn klaar voor de corner.
De bal wordt in de 16. We zien hier een topkeeper aan het werk, Juri. Ik heb zelden iemand zo sterk zien keeper. Ja, wat de aanvallers ook proberen. Die keeper heeft overal een antwoord op. Absolute uitblinker vandaag. Einde van het duel. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Heeft het aardig gedaan vandaag? Wat vond jij ervan, Juri?